Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag een video in samenwerking met United Wardrobe. Ik heb hier namelijk een mega bulk vol met allemaal kleding die ik ga verkopen op mijn United Wardrobe. Ik ga jullie laten zien hoe je pakketjes kunt inpakken, hoe je de pakketjes kunt versturen en hoe je je items op United Wardrobe kan zetten. En een paar items ga ik ook in deze video laten zien. Natuurlijk niet alles, want het is zo'n mega grote doos dat ik niet alles één voor één kan laten zien. Maar ben je nou benieuwd wat er allemaal in deze box zit? Blijf kijken of kijk op mijn United Wardrobe account. Hier rechtsboven zie je de United Wardrobe app. En als je daarop klikt, kom je eigenlijk bij de beginpagina. Hier zie je allemaal dingen van andere mensen die ze erop hebben gezet. Maar je hebt ook een zoekbalkje en daar kan je bijvoorbeeld Zara intypen. En dan krijg je allemaal items van de Zara, kom je dan tegen. Maar je kan bijvoorbeeld ook personen kiezen. Stel je kiest mijn naam. Dan kom je op mijn account. Dit is mijn account. Er staat nu nog niet alles op wat ik jullie zo meteen ga laten zien. Maar wel een aantal dingetjes. Bijvoorbeeld deze schoenen van Come Get Fashion. Die, ik draag ze gewoon niet. Maar misschien kan ik er iemand anders blij mee maken. Er staan wat korte broekjes op, wat bikinis. Dit is dus nog niet alles. Er komt nog veel meer op te staan, maar dat ga ik zo meteen aan jullie laten zien hoe ik dat erop kan zetten. Als je naar het belletje gaat, dan kom je bij je notificaties. Dat is bijvoorbeeld als iemand je begint te volgen of iemand vindt je product leuk. Of bijvoorbeeld zoals hier heb ik een melding gekregen dat ik iets verkocht heb. Ik heb namelijk deze gele bikini linksbovenin verkocht. En ik ga jullie ook zo meteen laten zien hoe ik die inpak om te versturen. Als je linksbovenin klikt op die drie streepjes, kom je eigenlijk een beetje bij het overzicht. Alles spreekt wel een beetje voor zich, vind ik. Dus laten we nu maar kijken hoe je een item zelf erop kan zetten. Je kan ervoor kiezen om naar mijn kledingkast te gaan en dan product toevoegen te klikken. Maar je kan er ook voor kiezen om naar die drie streepjes te gaan en gewoon gelijk op product toevoegen te klikken. Dan zie je dit. Je kan foto's toevoegen, de prijs die je ervoor wilt hebben en kenmerken, etc. Als je dit zo prima vindt, dan kan je hem dus plaatsen en klik je op plaats product. Je kan ervoor kiezen op een drop-off point van pick-up point of zoiets. Maar ik doe dat eigenlijk nooit. Ik breng mijn pakketjes altijd bij PostNL. Als je een product verkocht hebt, staat hij bij mijn orders. Dan ga je naar verkocht en dan zie je dat die gele bikini nog niet verzonden is. Die is namelijk gisteren door iemand gekocht. Ik ga jullie laten zien hoe ik deze gele bikini ga inpakken en een paar trucjes hiervoor. Dit is de bikini die ik heb verkocht. Kijk altijd eventjes goed na voordat je iets gaat opsturen. Of er echt geen vlekken op zitten. Of die echt nog mooi eruit ziet. Want jij zou het ook niet chill vinden als je iets koopt op United Wardrobe. En het ziet er echt heel anders uit dan op de foto. Maar dat is bij dit niet het geval. Deze ziet er gewoon prima uit. Ik had toevallig nog hier een zak liggen. Maar je kan bijvoorbeeld bij de Action van die papieren enveloppen kopen. Dat vind ik altijd heel erg chill werken. Voor grote items zoals bijvoorbeeld zo'n heel pak is het niet heel erg handig. Dan kan je beter misschien een grote vuilniszak pakken. De items erin doen, lekker luchtje erbij spuiten, want de vuilniszak ruikt net heel erg lekker. Dicht plakken met tape. En wat ik heel erg handig vind is om er gewoon een etiketje op te plakken. Ik heb deze etiketjes bij de HEMA gekocht. Eerst schreef ik het altijd op een papiertje, plakte ik het op een plakband, bla bla bla. Maar het is gewoon veel makkelijker, het plakt vanzelf. Dus ik ga nu eventjes laten zien hoe ik de items inpak. Dit is de zak die ik dus toevallig nog had liggen en dit is de bikini. De bikini blijft het mooiste als je hem niet naar binnen vouwt zo, maar gewoon over elkaar heen legt. Hou daar ook rekening mee, want zo'n bikini kan best wel lang in zijn vorm blijven zitten bijvoorbeeld. Ik doe hem gewoon in de zak. Deze zakken stinken niet, omdat het speciale verzendzakken zijn. En je hebt zo'n plakrandje. Deze zakken gebruiken wij voor Vlot en lag dus toevallig nog bij mij thuis. Dus vandaar dat ik deze gebruik, maar normaal gebruik ik gewoon zo'n papieren zak van de Action. Dat kost echt een paar euro en er zitten er best wel veel in. Dan pak ik altijd zo'n etiketje, schrijf ik het adres op en plak ik op. Ik ga het adres verder niet filmen, omdat een meisje er natuurlijk niet om gevraagd heeft om haar adres op YouTube te krijgen. Maar wat ik dan doe is ik pak een etiketje. Ik heb hier bijvoorbeeld nog eentje op dit velletje. Schrijf ik het adres op en dat etiketje plak ik gewoon op. En dan is je pakketje eigenlijk alweer klaar. Wat ik net al vertelde is het dus nieuw dat ze verzendkosten voor de koper zijn. Waardoor wij als verkoper een verzendlabel krijgen. Waardoor we niet hoeven te betalen. Dit geldt wel voor PostNL. Dus bij mij zit PostNL aan de overkant gewoon bij het winkelcentrum. Dus voor mij is dat heel erg makkelijk. Kijk even goed waar bij jou in de buurt een PostNL zit. Want het bespaart je gewoon heel erg veel geld. Ik zal het even van ver af laten zien hoe het werkt.
Ik ga er niet op inzoomen of iets. Gewoon om te voorkomen dat het adres van de koper in beeld komt. Ik zou ook mijn hand ervoor houden. Deze gele top heeft zij dus gekocht. En als je daarop klikt, komt hier een blauw balkje te staan. En daar staat op bekijk je verzendlabel. Daar kan je op klikken. En dan krijg je een code te zien. Bij deze code kan je het dus opsturen naar het adres. Het adres staat er al standaard in. Dus je kan niet meer van adres veranderen. Stel jij hebt ingevuld, weet ik veel, Marialaan 20. En jij koopt een product. Dan wordt dat label automatisch verzonden naar Marialaan 20. Stel je bent verhuisd, moet je dat dus wel echt goed aanpassen. Want als jij niet meer op Marialaan 20 woont, wordt het wel nog daar naartoe verstuurd. Je kan het niet veranderen. Moet je extra verzendkosten betalen. Is gewoon niet handig. Maar ik vind het echt een hele chille manier. Heb je nou het pakketje op de post gedaan, dan kan je hieronder bij dit oranje balkje markeren van markeer product als verzonden. Dan krijgt de koper een melding binnen van uw pakket is op de post gedaan. Dan en dan komt het binnen. Het werkt echt super chill. Als iemand bijvoorbeeld niet reageert, kan ik zelf kijken bij die tracking trace code van hoe kan het dat het pakketje nog niet binnen is. Zie je nou dat het pakketje wel binnen is, stuur dan even een berichtje van hey yo, ik zie dat het pakketje binnen is gekomen. Zou je me kunnen laten weten wat je ervan vindt? Kan je aangeven dat je product hebt ontvangen, et cetera, et cetera. Nu zal ik nog even de items laten zien die ik ga verkopen. En dan kunnen jullie daarna lekker winkelen op mijn Unite Wardrobe. Zoals ik aan het begin van de video vertelde, ga ik niet echt alles laten zien. Omdat het dan echt veel te veel wordt. Maar ik ga een paar van mijn favorietjes laten zien. Waarvan ik denk dat jullie die ook allemaal leuk gaan vinden. Dus laten we maar beginnen. Als allereerst deze gloednieuwe bikini van Naked. Ik had ze namelijk in 2 maten besteld. En deze maat paste ik niet. De top is in een maatje S. En die zou ik aanraden met een cup A, B, C ongeveer. Een kleine C, dan is echt een vet mooi printje. En er past ook een broekje bij. Dat broekje is in een maat. Ga ik eventjes kijken, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Het broekje is in een maat XS. Het is een broekje die wat meer in je billen valt, om het maar eventjes zo te zeggen. Deze heb ik nog nooit gedragen, ja, om te passen. Maar ik had gewoon mijn string eronder aan, dus ik heb niks aangeraakt of zo. En er zit nog een hygiëne sticker in. Ik verkoop deze omdat ik hem gewoon niet pas, maar ik heb hem wel. Dus wil je nou lekker twinnen met mij en wil je hier dus hele gave Instagram foto's mee maken? Want dit is echt zo'n leuke gave Instagram bikini, vind ik zelf. Het is gewoon echt een hele mooie kleur voor als je straks bruin bent. Deze staat dus op mijn Unite Wardrobe. Ook weer van Naked een ander bikini broekje. Deze in het rood. Deze heb ik ook nooit gedragen, ook alleen aangehad om te passen. Zit de hygiëne sticker ook nog van in en deze is in een maatje S. Dit is een iets ander model. Deze zit wat minder in je billen. Maar is nog wel echt heel mooi high-waisted. Waardoor je echt een heel mooi figuur krijgt. Weer hetzelfde verhaal. Ik had deze in 2 maten besteld. En die ander zat gewoon beter bij mij. Dus vandaar dat ik deze ook verkoop. Dan 2 pakken die ik met een beetje pijn in mijn hart verkoop. Nou, eigenlijk ook weer niet. Want ik draag ze gewoon nooit. Ik vind echt bloedmooie pakken. En ik was zo blij toen ik deze had. Maar ik draag ze gewoon niet. Ik ben gewoon niet echt van de pakken, denk ik. Ik heb het namelijk over dit pak en over het panterpak dat jullie net hebben kunnen zien. Deze zijn allebei van mijn jewelry, jasje en broek, bij beide in een XS. Ik ben 1,60 voor de mensen die het willen weten. Ik heb normaal van broeken 34, 36 en van topjes een XSS. Qua cupmaat heb ik ongeveer 70D, 70C. Dus dat een beetje qua maten. Maar ik verkoop dus allebei deze pakken. Ik zal het je eventjes goed laten zien. Dit is het panterpak. Deze was echt heel erg bekend. Heel vaak uitverkocht. Volgens mij hebben ze hem nog steeds. Althans, in het groen hebben ze hem sowieso. Ik weet niet of ze hem nog in deze kleur hebben. De broek zit erbij. Ik zal de broek er even afhalen. Het is namelijk een super mooie pantalon. Hij gaat dicht met zo'n schuifdingetje. Hij heeft een rits. Hij heeft gewoon zakken, dus het lijkt echt op een mooie broek. Hij heeft zelfs gewoon gaten, dus je kan er gewoon een riem doorheen dragen. Voor mij is die qua lengte perfect. Net zoals het jasje, die zit echt heel erg mooi. Maar ja, ik draag het gewoon niet. Ik weet niet, ja. Ik vind het echt heel erg leuk hoor, maar ik draag dit gewoon niet. Dus vandaar dat ik deze weg doe. De nieuwprijs van dit pak was dus 50 euro voor het jasje en 40 euro voor de broek. Net zoals bij dit pak. Dit is een zwart pak en zoals je het kunt zien door de overbelichting zitten er sterretjes op. Van een andere stof. Want dat pak is een beetje van Suede. En sterretjes zijn weer van dat bedrukkingsspul. Ja, ik weet niet hoe je dat noemt.
ook deze was de jasje weer 50 euro en de broek 40. Ook de broek zal ik weer eventjes laten zien. Maar het is gewoon precies hetzelfde pak. Het panterpak heb ik dus 1 keer gedragen. Het sterrenpak heb ik de broek 0 keer gedragen. En het jasje 1 keer met kerst. Maar dat was het dan ook wel. De broek met de sterren is precies hetzelfde. Ook weer qua lengte helemaal hetzelfde. Het zijn gewoon 2 exact dezelfde pakken. Alleen dan met een ander printje. Dus deze 2 staan ook op mijn United's Wardrobe. Dan wat dingetjes voor de zomer onder dit korte leren broekje. Deze is van de H&M in een maatje 34. En heb ik echt best wel vaak gedragen. Alleen ik pas hem helaas niet meer. Of ik vind hem gewoon niet meer zo mooi zitten. Hij zit een beetje strak bij mijn benen. En ik heb een ander leren broekje gekocht. En die vind ik gewoon wat mooier zitten. Dus ik dacht, deze doe ik weg. En ja, deze komt gewoon van de H&M. En staat ook voor een klein prijsje erop. Dan deze rok die ik per se wilde hebben. Deze komt van Gotcha uit Loosduinen. Maar heb ik nooit gedragen. Het is een groene rok. Zo'n zweefrokje. Met een elastieke band. Het is in een maatje S. En ik draag deze bijvoorbeeld in mijn middel. Of althans wat ik toen in gedachten. Om deze leuk in mijn middel te dragen. Met een riempje en een leuk shirtje. Of een oversized trui erop. Dacht ik dat het ook heel erg leuk zou zijn. Toch ben ik minder rokjesmeisje dan ik dacht. Ik hou echt meer van shortjes en zo. Dus vandaar dat deze er ook komt te staan. En dit is echt een vet leuk kleurtje voor de zomer. Kijk nou. Hoe leuk. Dan iets wat echt iedereen in zijn kast moet hebben, vind ik. Is een wit shortje voor in de zomer. Als je bruine benen hebt in de zomer en dit shortje aan heeft. Echt love it. Het staat zo mooi, een wit shortje. Deze is van de Zara in een maatje 34. De reden dat ik deze weg doe is omdat ik een witte Levi's short heb. En die gewoon vaker draag. En het gewoon een beetje overbodig vind. Om 2 witte shortjes in mijn kast te hebben. Zoals je kunt zien is de onderkant omgeslagen. En een beetje gerafeld. En de achterkant valt die iets high-waister. Maar op zich niet echt heel erg. Dit is van de Travaluk Denimwear lijn van de Zara. Van 2 jaar geleden. Deze staat er ook op. Dan nog een item van mijn jewelry is deze glittertop. Het is een blauwe glittertop met een kraagje. In de maat SM. Blauw is, ik weet niet, ik vond het nooit echt leuk bij mij staan. Ik heb hem ook in het zilver. Die heb ik wel heel erg veel gedragen, maar de blauwe dus gewoon niet. Het is een mooie blauwe glittertop. Ik vind dit niet alleen leuk voor kerst of uitgaan, maar ook gewoon alledaags. Ja, ik vind dat wel gewoon kunnen. Die zilveren draag ik ook gewoon alledaags, alleen de blauwe niet. Vandaar dat ik hem verkoop. Dan een topje waarvan het broekje al is verkocht, maar de top nog niet. Beetje zonde misschien dat niet iemand hem nu maar als setje kan kopen. Maar deze zou bijvoorbeeld ook echt onwijs leuk staan op een witte short. Dit is namelijk deze top van Lovies. Rood met wit en groene bloemetjes. Hij heeft een off-shoulder mouwtje. Of nou ja, hij heeft hier een bandje en dan een mouwtje zoals je kunt zien. En dan loopt hij door met roezels aan het einde en nog roezels op de schouder. Deze komt ongeveer tot aan je navel, deze top. En is in een maatje XS. En die vind ik echt heel erg leuk met een wit shortje eronder. Mijn camera was even uitgevallen en het is een beetje donker buiten geworden. Dus ik hoop dat het licht nog een beetje hetzelfde is. Maar het is echt een beetje viezig weer buiten. Dus sorry voor als de belichting in deze video een beetje heen en weer is gegaan. Maar laten we verder gaan met een topje waar ik echt heel veel plezier van heb gehad. Dat is namelijk deze top van de Zara ook. Oh, ik dacht dat hij van de Pull & Bear was. Maar hij is van de Zara. In een maatje S. En dit is een hele mooie zwart-witte streepjes top. Misschien komt het een beetje gek over op beeld. Want dat is altijd met streepjes. Maar het is gewoon een hele simpele top met lange mouwen. En een heel klein kolletje eraan. En deze staat maar voor een paar euro erop. Dus ja. Dan dit blouseje van Josh V. Ik heb deze toen gekocht voor mijn 18e verjaardag om aan te doen. En dat had ik ook gedaan. Maar daarna heb ik hem nooit meer gedragen. Vind ik gewoon echt heel erg zonde. Vandaar dat ik deze ga verkopen. Hij is helemaal transparant. Zoals je kunt zien. En heeft allemaal mooie roezels. Ik weet niet of het heel erg goed overkomt op beeld. Maar dat komt denk ik ook een beetje omdat hij zwart is. Maar dit zijn de mouwen in ieder geval. Achter heb je een groot gat op je rug met een knoopje. En onder heeft hij zo'n soort, ja, ook weer van die roesjes. Wat dan met elastiek vast zit. Dus deze staat er ook op. Deze zal ik er wel voor iets meer op zetten. Om deze was ook weer 90 euro. Volgens mij heb ik ook maar 1 keer gedragen. Er zitten dingen bij die er echt voor 5 euro op staan. Maar net zoals dit zal er dan bijvoorbeeld voor 17 euro of zoiets op staan. Ik moet nog even kijken wat precies de prijzen worden. Maar het zal allemaal heel erg verschillend zijn. Dan een van mijn lievelingskorte broekjes. En dat is deze. Ik heb deze gekocht bij de New Yorker in Fuerteventura. Het is een beetje een roest.
roodbruine kleur in een maatje 34. Deze is echt heel erg leuk. Deze was echt altijd mijn favoriet. Maar hij begint voor mij nu wel echt een beetje te kort te worden. Je ziet echt een beetje mijn beelden eronder uitkomen. En dat kan niet, vind ik. Maar hij gaat dicht met twee van die schuifjes. En voor heeft hij als versiersel een strik. En hij heeft ook een rit. Hij schijnt niet door. En hij heeft ook gewoon kontzakken. Het zijn wel nep kontzakken. Maar ja, het geeft toch wel een leuk effect of zo, vind ik. Dus deze. Want één laatste wat ik aan jullie ga laten zien. Ik heb nog echt een hele grote doos met allemaal zooi en kleding erin zitten. Maar ja, zoals ik al zei, ik kan niet alles laten zien. Dus dit is het ene laatste ding. Dat is namelijk deze top van de Bershka in een S, als ik het goed heb. Ja, in een S. Het is een transparante top met mooie bloemen erop en ook weer een kolletje. Deze heb ik aangehad met oud en nieuw. Daarna nooit meer gedragen. Vandaar dat ik hem weg doe. En als laatste wat ik vandaag aan jullie ga laten zien zijn deze drie tops. Dit waren echt mijn favoriete tops van de Zara. Ze zijn echt maar 13 euro of zo. Maar dit zat gewoon zo lekker. Het is een heel erg dun stofje. Voor is de top iets korter dan achter. Hij heeft ook een kleine split aan de zijkant. Echt een heel mini splitje hoor. Niet iets geks. Deze zijn alle drie in een maatje XS. En heb ik dus in deze rode kleur. In een donkerblauwe kleur. En in een hele mooie kobaltblauwe kleur. Deze drie kleuren zijn niet meer te koop bij de Zara. Maar ik draag ze meer. Vandaar dat ik ze op mijn Unite Wardrobe ga zetten. Ben je nou benieuwd wat ik allemaal nog meer verkoop? Er staat een linkje in de beschrijving die jullie leidt naar mijn Unite Wardrobe account. Vind je het nou leuk om iets van mij te shoppen? Doe dat dan zeker. Want ja, er zitten gewoon echt nog hele mooie items tussen. Ook bijvoorbeeld dingen met kaartjes er nog aan. Ik zal nog even één ding laten zien. Bijvoorbeeld dit jurkje van mijn jewelry. Zit gewoon nog het kaartje aan. Nieuw prijs was 40 euro. En dat is bijvoorbeeld dit stippenjurkje. Heel erg leuk, maar ik draag het gewoon niet. En ik vind dat dan zonde. Net zoals dit jurkje. Oh, even kijken. Dit omslagjurkje, ook van mijn jewelry, draag ik gewoon niet. Vind ik gewoon echt heel zonde. Dus ik hoop dat ik jullie er blij mee kan maken. Vergeet zeker geen kijkje te nemen en klik op het linkje in de beschrijving. Koop alles wat je leuk vindt. Ik zal er een leuk pakketje van maken en sturen naar je op. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik wil Unite Wardrobe bedanken voor deze samenwerking. Ik krijg er verder niet voor betaald, maar ja, het is gewoon in combinatie met hun. Dat vonden we heel erg leuk. Ik hoop dat jullie dit leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog als je iets op mijn Unite Wardrobe gekocht hebt. Laat in de reacties ook allemaal jullie Unite Wardrobes achter. Dan kunnen jullie lekker bij elkaar kijken wat de ander te koop heeft staan. Want het is gewoon vet chill om gewoon je kleding te kunnen verkopen. En van dat geld weer nieuwe dingen te kunnen kopen. Ik hoop dat ik jullie snel weer zie in een nieuwe video. En dan zeg ik voor nu doei doei!